Watch and pray. De front kick in deze combo is met je achterste been. Zorg ervoor dat je de front kick met de bal van je voet doet, niet met je hele voet. Daarnaast de roundhouse met je voorste been. Heel belangrijk dat je goed indraait. De knie erachteraan is met je achterste been. Dus je roundhouse is met voorste been, knie met achterste been. Daarna sta je dicht bij de kickback. Push je weg, explosief naar achter duwen. De sidekick ook weer horizontaal mooi trappen. Naar achter draaien. De backkick ook weer met je hele voet. Dus niet met je halve voet raken. Je tenen wijzen een beetje naar beneden. Daarna de backhand punch is explosief. Met de onderkant van je voet een ja, reverse roundhouse. Jullie hebben hem allemaal gehad als het goed is, maar even opfrissen. Draaien. Die bil moet naar de kickback. Stap in, reverse. Stoten en maar één trap, de reverse roundhouse. Heel belangrijk dat jij aan je leden laat zien dat je vanuit je middensectie moet werken. Je buik en je onderrug met die stoten. Vooral met die bodyshots en die hoeken. Daarnaast is het heel belangrijk dat je die switch heel duidelijk laat zien. Als je switcht van been, vinden heel veel mensen lastig met hun oriëntatie. De laatste, de reverse roundhouse, is heel moeilijk. Die kan je ook vervangen voor bijvoorbeeld een sidekick. Stoten! Ja, hey!
Wissel! Hier is je maatje! Waar is je maatje? Daar is je maatje! Met deze intensity game Total Chaos is bij iedereen bekend. Is de leuke variatie om niet alleen bij elkaar te blijven, maar ook een keer uit elkaar te gaan, zodat iedereen een ander maatje heeft. Sociale interactie gaat omhoog, iedereen vindt het leuk, iedereen staat op een andere plek, vandaar dat we deze uit elkaar hebben gedaan. Stoten, stoten, kom, kom, stoten, stoten! Hey, hey! Wissel! Stoten, 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 stoten! Een ander maatje, een ander maatje, een ander maatje! Zij staat klaar.